Hallo Marwa. Hi Aandel. Wat leuk en bijzonder om in deze setting met elkaar verder te praten over, over hoe het voor jou was en is om jouw dochtertje Jumana op te voeden in Nederland. Ja. Leuk. Ja. Ik heb er zin in. Ik ook. Ik ga een aantal vragen aan jou stellen, maar ook de mensen thuis kunnen vragen stellen. Zet ze vooral op de chat, zodat wij aan het einde van ons gesprekje kunnen kijken welke vragen er zijn. Goed. Ik ga wat vragen stellen over jouw dochtertje, het opvoeden, maar ook over jouw ervaring met de ouderbijeenkomsten van Vluchtelingenwerk en hoe jij je kennis en ervaring inzet. Ja. Kun je wat meer vertellen over de ouderbijeenkomsten van Vluchtelingenwerk? Ja. Tijdens de bijeenkomst, wij bespreken meerdere onderwerpen, bijvoorbeeld onderwijssysteem, gezondheidszorg, opvoeden. Een heel verschillend onderwerp wat zeg maar, ouders hier moeilijk vinden eigenlijk. Ja, er zijn ook eigenlijk wel wat er gesproken over opvoeden in twee culturen. Ja. Of soms meerdere, hè, want je neemt van alles mee. Van land van herkomst en je familie. Ja. En soms moet je ook balanceren, volgens mij, tussen twee culturen. Een beetje jemenitisch, een beetje Nederlands. Ja. Kun je een voorbeeld geven? Ja, het is nog moeilijk. Bijvoorbeeld als wij zeg maar, in het gesprek met mijn moeder, dus Jumana, zeg maar, hier gewend zijn om meteen zeg maar, tegen te spreken en haar mening te geven. Dus ik probeer toch een beetje haar rustiger blijven. Dus als mijn moeder zegt iets, dan Jumana wil meteen een reactie geven. Maar dat eigenlijk kan niet zomaar. Dus ik probeer tegen Jumana, als oma iets gaat zeggen, zeg oké. Daarna ga ik met haar bespreken en meer uitleg geven. Oké, dus de Nederlandse directheid zit er bij Jumana al een beetje in. Ja. Maar dan leg je aan haar uit. Hè, na het gesprek mag je je mening voluit geven aan mama, maar naar oma toen niet. Niet altijd, nee. Het soms kan best lastig, denk ik, zijn, hè, dat je moet balanceren. En je hebt ook ervaring met de gesprekken die jij leidt, ook de ouderbijeenkomsten van Vluchtelingenwerk. Welke onderwerpen, wat is nog meer moeilijk voor ouders die nieuw in Nederland zijn? Sowieso de taal, want kinderen leren de taal heel snel. Dus altijd blijft toch een verschil tussen de taalniveau, tussen de ouders en de kinderen. Dus het is altijd moeilijk voor de ouders dat zij beheersen de taal niet helemaal goed. En toch dat de kinderen weten meer dan de ouders. Want hij weet als de kinderen naar hier eerst gekomen, daarna komen de ouders. Dat is steeds nog moeilijker, zeg maar. Dus ook dat die rolpatronen wat kunnen verschuiven, als het ware. Hè? Helemaal als kinderen dus eerst komen. En heb jij dat ook wel eens met Jumana, dat ze dan zegt, nee mama, dat is niet zo, ik weet het beter? Ja. Sowieso voor de taal. Soms ze moest corrigeren voor mij. Dus Maar soms ook, hoe loopt dingen eigenlijk hier op school of ergens anders? En ik kom ook vaak tegen deze probleem, zeg maar. En wat zeg je dan? Kun je wat meer vertellen hoe dat dan gaat als je zoiets tegenkomt met Jumana? Dat ze zegt, mama, nee, dat zit niet zo. Ja, ik ben de mama, dus ik weet altijd meer. Maar ook, het is niet ook een probleem voor mij, eigenlijk voor de andere ouders. Dus ik probeer ook mijzelf en iedereen adviseren om rustig te blijven, meer ruimte geven. En sowieso met de tijd en de taal is alles is anders, maar en het einde, de ouders heeft de kennis, de ervaring, de wijsheid. Dus in de eind gaat de kinderen terug naar zijn ouders of hun ouders om iets te vragen. Dus maakt niet uit of jij beheert de taal niet, maar je beheert andere dingen. Papa en mama zijn de wijs. Ja. als trainer van de ouderbijeenkomsten merk ik ook dat ouders vaak vragen hebben of veel vragen hebben over het onderwijssysteem in Nederland. Nou, Jumana gaat ook naar de Nederlandse basisschool. Alweer een tijdje geleden dat ze daar is begonnen. Maar ja, hoe was dat voor jou als moeder? En heb je misschien ook advies of tips voor leraren die vluchtelingenkinderen in de klas hebben? Het is altijd moeilijk om jouw kind naar school te sturen. Want bij ons begint de school als de kind is 7 zijn. Maar hier niet, 4. Dus die kind in onze ogen is nog klein. Mijn advies is altijd zeg maar, een tijd besteden om kennis te maken met de ouders. Dus meer zeg maar, uitleg, hoe werkt het systeem hier in Nederland qua onderwijs, hoe zit alles, zeg maar, en hoe zit zeg maar, de taalniveau van de ouders.
dat eigenlijk. Is dat ook iets wat jij zelf hebt gemist? Ja, bij mij was het zeg maar voor een kort kennisgesprek, maar ik wilde graag iets meer zeg maar, tijd hebben om meer kennis te maken. Want het is ook iets volgens mij wat veel ouders niet weten, hè? Dat het best gebruikelijk is, dat je gewoon je vragen mag stellen op school, dan niet altijd moet wachten op een 10-minuten gesprek. Want volgens mij, jij deelde van de week ook een ervaring en daar had je wat tips gegeven aan een moeder. Ja. Kun je wat meer vertellen? Ze waren net hier gekomen en haar kinderen zitten nog voor 3 weken op school. Toen zij zei tegen mij, Marwa, mijn kinderen leert niks. Ik zei, hoe kan dat? Ze leren niks. Zij zei, elke keer ik vraag aan mijn kinderen, wat hebben jullie gering? Ze zei, niks. Ik zei tegen haar, maar je kan toch makkelijk naar binnen lopen en vragen voor een afspraak. Ik zei, echt? Ik zei, ja, dat mag wel. Dus dan heb jij zeg maar een inzicht, wat wordt daar gestudeerd? Dus rekenen, spelling, talen, alles. Dus je mag gewoon een vraag en je krijgt toch een antwoord van de juf. Dus dat is denk ik best wel goed om te weten voor leerkrachten ook. Ja. Dat ouders dat niet altijd gewend zijn. En die moeder was helemaal verbaasd dat ze zomaar even mocht vragen. En daarin dus ook het goede voorbeeld geven als school. Hè? Het gesprek aangaan, kennis maken. Ja, en als dat kind zeg maar een extra hulp nodig, dan weten de ouders wat moeten zij extra doen zeg maar voor dat kind. Mooi. Ja, mooie tip ook. De mentale gezondheid van ouders en kinderen, daar hebben we het ook over tijdens de bijeenkomsten. Dat is een onderwerp wat soms best lastig is, hè, waar ouders niet altijd open over zijn. Wat is jouw ervaring daarmee tijdens de bijeenkomsten? Ja, het is altijd een gevoelig onderwerp, zeg maar, Aandel. Want het is bekend als jouw kind een probleem heeft, dan hij wordt opgebakt door de overheid. Dus ik adviseer altijd ouders om toch te merken, signaleren wat is goed en wat is niet goed met hun kind. Zeg maar, nachtmerries, hij eet niet goed, hij communiceert niet met andere kinderen. Dus altijd zeg maar een geüpdate blijven. Dan is ook, wij krijgen hulp hier. Dus altijd goed om hulp te vragen, om advies te vragen. Het is niet een schaamte of een taboe. Dus hij kan altijd open zijn voor zo'n dat probleem. Dat zeg je ook als je hoort, hè, dat die angst bestaat. Wat zeg je dan tegen een moeder of een vader? Het gaat niet zomaar dat je ook kunt opgebakken. Dus het is altijd een soort van een onderzoek, een discussie met de ouders, met de leerkracht, met de arts, met professioneel. Maar het is ook belangrijk om vertrouwd sfeer te geven. Dus dat is de eerste stap om te krijgen, zeg maar, de ouders open voor de anderen. Dus eigenlijk ook weer het advies waar we het net over hadden. Ga dat gesprek aan met ouders. Zelf het goede voorbeeld geven als school zijnde. Zodat er vertrouwen kan ontstaan en zijn. Mooi. Nou, met Juwade gaat het gelukkig heel goed. Maar ja, je hebt je waarschijnlijk ook, ik denk iedere ouder, iedere moeder maakt zich ook wel eens zorgen. Ja. Waar maak jij je wel eens zorgen over? Ah, wat is mijn zorg? Kijk, wij blijven toch, het blijft toch een deel van mij, van Jumana, betrokken bij Jemenitisch. Dus een deel van haar blijft toch een Jemenitisch en een deel is Nederlanders. Dus dat ik wat ik zorg eigenlijk voor, dat waar vindt haar zelf, zeg maar? Of wat voelt ze na, zeg maar, een paar jaren? Hoor ik nog steeds hier of moet ik terug daar? Dus dat is, dus het blijft toch een moeilijk iets, denk ik. Ja. En heeft ze het ook wel eens over? Ja, sorry. Want ze vroeg aan mij altijd waarom mijn opa en oma niet hier, waarom kunnen wij niet naar daar toe? Waarom wij moeten naar hier gekomen? Dus het is moeilijk. Nou, gelukkig zien we nu een hele, hele vrolijke meid. Pak een glaasje water. Een slokje water. Hoe zie jij haar toekomst? En hoe ziet ze zelf haar toekomst? Ik weet niet eigenlijk. Kijk, elke keer zijn wel iets anders worden. Dus één keer zijn wel een ballerina danser. De andere keer een juf. Zeg maar een make-up artist. Maar sowieso, ik ben eens met wat zij gaat kiezen. En ik ben blij dat wij zijn hier. Dus ik weet dat straks, maakt niet uit wat zij gaat kiezen, dat zij heeft een goede toekomst. Nou, volgens mij, het klinkt wel als een heel, heel normaal gedrag. Ja. Hè? Als een dochtertje of een meisje van 8 jaar. Make-up artist, ballerina. Ja. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. We komen eigenlijk aan het einde van mijn vragen, maar ik ga kijken of er ook vragen zijn van de mensen
thuis. Ja. Even op deze iPad kijken. Ja, ik heb hier een vraag, een leuke vraag ook. Of je Jumana ook de Jemenitische taal leert, dus het Arabisch ook leert? Ja, tuurlijk, want wij contacten altijd met mijn ouders. En dit eigenlijk moest ook van mijn ouders, dat Jumana spreekt Arabisch. Anders zij kan niet met haar communiceren, want elke zomervakantie, ja, niet elke zomervakantie, maar wij gaan naar Egypte. Dus daarna zit zij in mijn ouders. En ook Jumana, vroeger, zij wilde niet toch de taal leren, maar nu, zij is ook enthousiast om de taal te leren. Niet alleen maar spreken, maar ze wil ook schrijven om te lezen. Te lezen en schrijven. Dus ik vind het ook zelf mooi van haar dat ze wil de taal leren. Niet alleen maar spreken, maar meer. Mooi om te horen. Ja. Ja. Ik ga even weer kijken op de iPad. Worden de oude bijeenkomsten op alle plekken waar vluchtelingen samen wonen gegeven? Oh, dus of de oude bijeenkomsten op meerdere plekken in Nederland worden gegeven? Ik wist niet of hoe is de regeling tussen vluchtelingwerk en de gemeente aan. Dus ik ben alleen maar trainer, ja. Dus ik regel dat niet. Nee, ik kan er ook wel wat over zeggen. Ja. Op verschillende plekken wordt het gegeven. Ja. Ligt ook aan de afspraken met gemeenten ook. Welke dienstverlening er vanuit vluchtelingenwerk is ingekocht ook. Ja. Ja. Het zou heel mooi zijn als het overal wordt gegeven. Ja, tuurlijk. Het zijn waardevolle gesprekken. Ja. Of je contact hebt met Nederlandse ouders, is een andere vraag. Ja, en ik heb eigenlijk voor mijn dochter een Nederlanders opa en oma. Ja. Ja. Ze zijn de ouder van mijn vriendin. En ze zijn echt een opa en oma voor mijn dochter. Dus ik ben zo blij mee. Ja. Hoe krijg je die? Ze zijn de ouders van mijn vriendin. En dus, kijk, wij als Arabisch, wij contacten alleen niet met degene, maar wij contacten met de hele familie. Dus ik mocht contact opnemen met haar ouders. En wij worden zeg maar een soort van een family. Super bijzonder. Dus ja, zij wordt door hen opgehaald. Een dagje oud. Bij hen ook eten. Dus het is heel fijn voor haar. En zij roept voor hen ook opa en oma. Dus wauw. Ja, dat is heel mooi. Ja. Het is een Nederlandse opa en een Nederlandse oma. Ja. Superleuk. Of je nog meer tips hebt... denk ik, want de vraag is, wat is belangrijk voor Nederlandse professionals of vrijwilligers die met vluchtelingenouders werken? Heb je nog een tip? De cultuur is hier helemaal iets anders. Dus zeg maar een beetje tijd geven om alles te accepteren hier. En een uitleg herhalen, uitleg en herhalen. Dit is de meest belangrijke tips van mij. Want de communiceren is ook door de taal wordt iets moeilijker. Dus tussen de verzender en de ontvanger, iets mis, zeg maar, verlies tijdens de proces. Dus probeer toch weer uitleg geven. En zeker zijn dat de ouders heeft jou begrijpt. Daarna wordt zeg maar, de informatie of de gegevens goed bewerkt. Ja, dus neem de tijd voor uitleg. En, zodat er geen miscommunicatie kan ontstaan. En vertrouwen ook kan groeien. Ja, vertrouwen. Ja. En het gaat niet opeens veranderen. Dus het kost een tijd. Even kijken of er nog meer vragen zijn. Nou, sowieso en reageert iemand dat hij het heel leuk en fijn vindt om dit gesprek zo te horen en te beluisteren. Ja. Ik denk dat het ook een heel fijn en mooi gesprek was, vond ik wel. Ja, in ieder geval. Ja. Ik leer eigenlijk ook altijd wel weer wat van wat jij mij vertelt en de bijeenkomsten die we leiden. Ja, en ik ook leer altijd van de Nederlandse kant. We gaan afsluiten volgens mij. Dankjewel, Marwa. Alsjeblieft. Tot ziens. We'll be right back.